vertellen waarom u Aviodrome heeft overgenomen? Aviodrome is voor Nederland een uniek themapark met een unieke marktpositionering. Het is het enige park met als thema burgerluchtvaart. En de collectie is ook fantastisch in vergelijking met andere collecties in de wereld. We staan hier naast Lelystad Airport. En dat natuurlijk prachtig is als je niet alleen de historie van de luchtvaart ziet, maar ook de actualiteit. Ik heb een paar voorstellen bekeken en Libema die had een heel gedegen businessplan gemaakt, waar wij wel van houden bij Schiphol natuurlijk. Met een hele lange termijnvisie, goede investeringen, ook nieuwe thema's die ze wilden introduceren en een garantie voor de exploitatie voor de komende 10 jaar. De verdere bijdrage is dat dus de collectie ten aanzien van de twee vliegtuigen, de Conny en de Uiver, ook veilig is gesteld. KLM zijn we erg blij mee, heeft €250.000 ter beschikking gesteld. De Schipholgroep ook. En een gezelfde bedrag is door de gemeente Lelystad ter beschikking gesteld. En daarmee is ook gegarandeerd dat die twee vliegtuigen in de collectie blijven. We gaan 7 attractiezones in Aviodrome maken. Ik zal er een paar noemen. In de entreezone gaan we een grote speelvoorziening maken voor kinderen van 3 tot 6 jaar. We gaan de horeca vernieuwen, we gaan de winkels vernieuwen. We gaan in het museum, 2e attractiezone, gaan we nieuwe routes maken. Gaan we vliegtuigen toegankelijk maken. Gaan we veel meer interactie maken met bezoekers. Op het buitenterrein gaan we zorgen dat er zones komen waar ook elke dag een demonstratie is met historische vliegtuigen, die taxiën, die motoren laten starten, et cetera, et cetera.